Ik wil met jullie een gesprek over hoe zorg je nou dat we een imago van een ondernemingsraad maken waar mensen mee willen doen, dingen willen doen. Iemand die volgens mij dat imago weet te keren is Annie het Plat bij de provincie Zuid-Holland. We gaan kijken wat ze binnen de provincie Zuid-Holland voor elkaar hebben gekregen. Annie, je werkt bij de provincie Zuid-Holland. Daar hebben jullie de ondernemingsraad en het georganiseerd overleg gekaapt. Wat heb je gedaan? Wat heb je veranderd? Nou, we zijn eerst begonnen met een jonge groep enthousiastelingen om in de OR te komen. We zijn met een flinke club gaan zitten. De meesten waren onder de 35 en hebben echt de ondernemingsraad een andere kleur en schoen gegeven. Maar eigenlijk is het maar een klein gedeelte, want de arbeidsvoorwaarden, daar gebeurt het in het georganiseerd overleg. Dus onze volgende koep was in het georganiseerd overleg komen, terwijl we geen vakbond zijn. Want eigenlijk zijn we voor het idee dat dat iedereen invloed moet hebben, niet alleen maar de vakbondsleden, die ook aardig teruggaan in aantal. Wat hebben we gedaan? We hebben met enthousiaste acties 100 leden geworven. Dat is een niet onbetekenend aantal leden. Toen zijn we in het georganiseerd overleg gekomen, vooral in samenspraak met de bonden wat we kunnen toevoegen. Want er was behoorlijk wat angst voor zo'n nieuwe groep. Je zit er nu in, je gebruikt het woord als onbetekenend al. En hoeveel doe jij nu anders dan de mensen die voorheen zaten waar je tegen het strijden ging? Nou, we willen vooral samen optrekken. Maar we merken dat er maar een hele beperkte groep in het georganiseerd overleg zat. En dat was vooral de wat oudere mannelijke lichting. Wij kijken naar maatregelen die breed in de organisatie waardevol zijn. Dus het afschaffen van seniorenverlof, omdat oude lullendagen ook wel genoemd. Omdat er voor elke levensfase oplossingen mogelijk zijn. En niet alleen maar voor die ene groep. Dus veel breder en een stem ook geven aan de niet-leden van de vakbonden. Want ook zij zijn van invloed voor de hele organisatie. En ook de maatregelen die genomen worden, zijn ook voor hen van toepassing. Is het medezeggenschap nu meer een cultuurding geworden binnen de organisatie? Of ben jij nu bij dat eilandje gaan horen? Uiteindelijk zouden we het georganiseerde overleg wel willen afschaffen. Volgens mij is dit een mooi voorbeeld over next practices binnen de overheid. Er wordt ook een onderzoek gedaan vanuit Kisho. Hè? Daar zijn er meer van dit soort voorbeelden. Kunnen we dat mee? Ik ben benieuwd, zie je dat op verschillende plekken gebeuren? Ja, dat zie je op verschillende plekken gebeuren. Wij hebben, zeg maar, voor de CAO Nederlandse Universiteiten hebben we een onderzoek laten doen naar vernieuwing van de medezeggenschap. Wat komt eruit? Wat zijn de hoofdpunten als het gaat om vernieuwing? Nou, onder andere inderdaad ervoor te zorgen dat het georganiseerd overleg, het overleg tussen vakbonden en het college van bestuur als werkgever en daarnaast het overleg van ondernemingsraden, dat geen black boxen zijn. Hoe maak je dat open? Hoe maak je dat transparanter? Nou, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat het lokale overleg integreert, zeg maar, op de taken met de commissie personeel van een ondernemingsraad of een universiteitsraad. En dat zij met elkaar zich buigen over problemen rond organisatieveranderingen, rond werkgelegenheid, noem maar op. Dus dat soort activiteiten, die krijgen nadrukkelijk vorm. En wat is die vorm dan? Hoe maken we dat opener en transparanter? Ja, hoe maken we dat opener en transparanter? Eén, wat wij proberen, of een afspraak die wij gaan maken, is om, zeg maar, het in de CAO ook mogelijk te maken. Dat je daar voldoende mee kunt experimenteren. Maar wat je gewoon doet, is de agenda's uitwisselen. Vraagstukken die spelen binnen een universiteit bij de kop pakken. En nadrukkelijk kijken van, wat moeten we hiermee? Hoe kunnen we de situatie nou een stap verder brengen? En ervoor zorgen dat er door met name op de inhoud bezig te zijn, er een kwestie van vertrouwen begint te ontstaan tussen eigenlijk alle drie de partners. Het college van bestuur, de werkgever dus, het lokale overleg, de vakbonden en de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging in een aantal gevallen bij ons natuurlijk ook dan nog studentengeledingen die ook wat te zeggen hebben. Zo proberen we dat. In andere overlegvormen? Ja. Buiten georganiseerde overleg, maar gewoon hele andere sectoren. Ik bedoel, bij gemeente heb je het over een participatiesamenleving. Overal zijn we aan het nadenken over dit soort mechanismen nog wel werken. En bij over 5 of 10 jaar hebben we dit nog wel. Je kan, als ik nu, misschien word ik ooit nog wel een keertje minister van onderwijs en zitten wij om tafel, je weet het niet. Dan zou ik denken, joh, laten we elke week een enquête uitzetten onder alle mensen en iedereen kan meepraten en er zijn tools genoeg. Hebben we dan echt nog mensen nodig die deze rol vervullen? Ik denk het wel. Enerzijds al om de simpele reden dat heel veel mensen ongelooflijk hiërarchisch gevoelig zijn. Waardoor er weinig... Ik zou heel hard nee schudden. Ja, nee, ik twijfel daar wel over, maar ga je gang. Nou ja, in ieder geval, laten we dan voor onze organisatie spreken. En Defensie is een heel mooi voorbeeld ook van.
Er is heel vaak toch een respect voor de manager, die toch een belemmering zijn voor mensen om te zeggen wat ze denken. En die zegt aan de andere kant, er komt nooit iemand aan mijn bureau met een idee. Dat is ook lastig. Dus op een of andere manier is er een beeld ontstaan waardoor de medisch zeggenschap niet altijd veilig lijkt te zijn. Ik ben het trouwens mee eens dat het vaak een beeld is en dat de werkelijkheid anders is. Maar ook beelden van het is slecht voor je carrière en dat soort zaken. Een ander beeld is natuurlijk dat de medisch zeggenschap op lager niveau vaak onzichtbaar lijkt te zijn. En dat is ook wat ik net ook al zei, op het moment dat je participeert aan de voorkant, dan ligt de besluitvorming en de duidelijkheid die er ontstaat bij je opdrachtgever, bij je manager, bij je bestuurder. En daardoor heb je eigenlijk je resultaat, die je gezamenlijk hebt gehaald, ben je eigenlijk kwijt bij de bestuurder. Dus dan maak je als medezeggenschap weer een stukje meer onzichtbaar. Maar slecht voor je carrière, daar is natuurlijk wel wat aan te doen. Een van de aanbevelingen die wij ook op ons bord hebben gekregen, die gedeeld gaat worden, dat is: probeer nou die deelname eraan, onder andere aan ondernemingsraden, te stimuleren door bijvoorbeeld het te koppelen aan opleiding, aan assets voor je cv. Waardeer gewoon het meedenken met de organisatie en het daar stappen in zetten. Dat zorgt er tegelijkertijd voor dat ondernemingsraden niet met het woordboekje in de hand van wat mag ik nou wel, wat mag ik nou niet, en in een kader van wantrouwen gaan praten. Maken, want even als ik nadenk over het nieuw werken, dan denk ik, ja, ik heb wel ideeën, dus die wil ik af en toe nog roepen en daar wil ik ook nog wel wat aan doen, zeg maar. Maar op het moment dat ik mijn structureel moet verbinden aan mensen die daadwerkelijk zo'n woord doorlezen, en dat is goed dat we dat hebben, want dat heeft heel veel bescherming. Dus het imago, dat vraagt nogal wat. Daarom volg ik net, gaan we eromheen. En volgens mij is dit een heel grijs gebied. Ik zou van jullie willen weten, wat kan je zelf veranderen? En, even iets zeggen. Ik denk wel dat de medezeggenschap gaat veranderen. Ik heb echt het idee dat het een andere positie. Jij zei van, nou, ik denk het niet. Maar ik denk dat ze een andere rol gaan krijgen. Net zo goed als wij als medewerkers een andere rol gaan krijgen en onze leidinggevende. Ik denk echt door de technologische ontwikkelingen en de manier waarop we met elkaar gaan in een netwerkorganisatie gaan communiceren, dat die echt over 5 jaar echt heel anders uit gaat zien. Wat zie je dan als voorbeeld, als laatste, als afsluiter? Dat iedereen gewoon veel meer eigen invloed krijgt op die bijdrage die ze kunnen leveren aan die organisatie. En ik denk dat dat een heel goed ding is. Dus dan gaat ook die medezeggenschap volgens mij veranderen. Dat denk ik. Wat zou jouw uitsmijter zijn? Ik denk wel dat die verandert, de medezeggenschap. Maar ik zou met name richting werkgevers toch het pleidooi willen doen om de medezeggenschap op een goede manier in stand te houden. Door je eigen tegenspraak daar te organiseren. En dat helpt. Dat helpt de organisatie vooruit. Ik denk dat de werkgevers uiteindelijk gewoon een belang hebben bij een sterke medezeggenschap. Zoals ook belang uiteindelijk hebben bij een sterke vakbond. En 80% van de werkgevers is georganiseerd momenteel. En van de medewerkers is nog maar 20% lid van een vakbond. Dat is wel een zorg die we hebben. En uiteindelijk, iedereen heeft belang bij een kritische tegenspraak. Op alle niveaus. Dus dat moeten ze organiseren. Ja, helemaal eens. Maar mijn vraag is, en ik heb daar nog niet echt een antwoord op, of je dat op deze manier moet doen. En ik denk dat je medezeggenschap gewoon op een andere manier zou moeten gaan organiseren. Ik denk dat de medezeggenschap altijd zal mee veranderen met hoe het ontwikkelt. Ja. Alleen, ik ben niet zomaar dat ik denk van, nou, schaf de WOR af, bewijs van. Of pas de WOR aan, want het functioneert misschien niet meer helemaal van deze, en is niet van deze tijd. Het voorbeeldje wat ik altijd gebruik is, dat is hetzelfde als voorzitter informatiebeveiliging Rijk. Op een gegeven moment, dat werkte niet. En wat heeft men gedaan? Men heeft hem versoepeld. Dat is hetzelfde als dat je een dorpsweggetje hebt waar je 50 mag rijden, iedereen rijdt hard. Weet je wat, we maken er 100 van en daarmee hebben we in één keer het resultaat gehad dat niemand meer te hard rijdt. Dat vind ik veel te kort door de bocht. Mm-hmm. Ik denk dat er inderdaad wat moet gebeuren om de medezeggenschap mee te krijgen. Ik denk dat de zorg bij mij in ieder geval heel groot is om dat voor elkaar te krijgen. Enerzijds om de kwaliteit in de medezeggenschap, met misschien een kleinere medezeggenschap, en inderdaad technische hulpmiddelen te hanteren om een grote achterban te bereiken. Tuurlijk, dat zijn mogelijkheden, daar ben ik helemaal mee eens. Maar je ziet tegelijkertijd bij ons dat er heel veel politieke druk ontstaat, waarbij ze de verantwoordelijkheid laag in de organisatie wegproppen, maar uiteindelijk de besluitvorming op gronden doen die niet meer geënt is op de kennis vanuit de organisatie. Volgens mij zijn er genoeg aanleidingen om met mensen in gesprek te gaan. Ik wil graag afsluiten met jouw pleidooi. Volgens mij zijn we voorlopig nog niet klaar met dit thema. Ik wil hem wel voor nu afsluiten. Volgens mij, wie hoort nog wel bij een organisatie, wie niet, een vakbond.
Het is er, en dat blijft er nog wel even, maar er zit wel een enorme verandering ook binnen bonden, of je aan wil sluiten of niet. En dat gebeurt wel weer. Volgens mij is dit een thema waar we de komende tijd mee in de slag kunnen gaan. Ik noemde net al een aantal next practices die worden onderzocht, waarnaar gekeken wordt wat er gebeurt. Daar kom ik graag een keer bij jullie op terug om daar verder te kijken. Voor die discussie discussieer ik mee. Dank voor dit gesprek. Volgens mij heb ik een aantal mooie elementen kunnen halen over wat mensen zelf zouden kunnen oppakken. Dank voor het kijken. Discussieer mee op hashtag Obla. Kijk voor de volgende uitzending op obla.nl en dank voor het kijken.